Er is lange tijd aan gewerkt, maar nu is de sluis klaar. Attie Bos is als inwoner van het gebied blij met het resultaat. Ze heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de sluis. Deze zeil of sluis die je nu ziet is ook gerestaureerd op basis van het bestek uit 1878. Toen de oude houten zeil helemaal werd vervangen door een dubbelkerende schutsluis van baksteen en gietijzer. Het is echt een prachtige sluis. Er was, vanuit dit gebied kwam er een hele grote roep om ja, het vervallen sluisje toch weer in ere te herstellen. En we hebben toen als waterschap hebben wij gekeken of er ook andere partijen waren die ons daarbij wilden helpen. En dat is gelukt. De schut- en uitwateringssluis is rond 1878 gebouwd en de sluis was vooruitstrevend voor die tijd. Het bijzondere aan deze sluis was dat er dubbele deuren in zaten. Zodat je dus zowel naar de hoge kant als naar de lage kant kon schutten. In zoverre kun je het ook als een voorbeeld zien van hoe vroeger, toen hier nog eb en vloed was, hoe toen de waterbeheersing plaatsvond, maar ook hoe de scheepvaart gereguleerd werd. Het is een hele mooie, kleine, compacte sluis. Nee, alles is prachtig weer gerestaureerd en het ligt in een heel boeiend landschap.